Oh, beste kijker, af en toe laat de herfst zich al een beetje voelen. Nu voor vandaag valt dat wel mee, toegegeven. Er is behoorlijk wat wind, maar er zijn ook opklaringen. En in de loop van de namiddag gaan die opklaringen zelfs nog wat talrijker en ook wat breder kunnen worden. En die temperaturen klimmen voorbij 20 graden. Ook in het westen van het land, waar deze voormiddag toch behoorlijk wat wolkenvelden waren, zal ook die er af en toe wat meer kunnen doorkomen. Ja, voorlopig zitten we nog aan de voorzijde van deze storing. En aan die voorzijde daarvan gaat het nog droog blijven. Daar komt dan tegen vannacht en morgen verandering in. Want dan gaat die storing van west naar oost trekken, een beetje golven. En die gaat dus pas morgen namiddag het oosten van het land ook bereiken. Ondertussen is er ook redelijk veel wind. En vanaf vrijdag wordt het dan wat rustiger, maar ja, het wisselvallige blijft er wel nog eventjes in zitten. Dus dat betekent her en der nog wel een bui. Tegen het weekend, ja, dan gaat de luchtdruk stijgen, uitloper van dat hoge drukgebied. En dat betekent niet alleen droog weer, maar dat betekent ook dat de zon er meer en meer doorkomt. Dus misschien zaterdagochtend nog een hele lokale bui, maar daarna gaan we een droge periode krijgen. Ja, en ook vandaag blijft het nog droog. Redelijk mooi weer deze namiddag en temperaturen boven 20 graden, 22. Misschien daar een 23 graden, wel met een goed voelbare wind. Het waait matig tot vrij krachtig aan zee, waait het soms krachtig en er kunnen rukwinden zijn tot 60 aan de kust tot 70 km per uur. Dus voor de fietser met tegenwind is het toch wel stevig trappen. Vanavond en vannacht blijven die wind nog altijd heel goed voelen. En aanvankelijk is het nog droog, maar in de loop van de nacht gaat het geleidelijk aan vanaf de kust beginnen te regenen. Tegen het einde van de nacht vallen waarschijnlijk ook die eerste druppels in het centrum van het land. Temperaturen tussen 14 en 19 graden, dus een zachte nacht. Maar dus wel nog met drukwinden tot 55 km per uur. Ook morgen hoe voelen we die wind aanvankelijk nog zeer goed. En over het oosten van het land na de middag krijgen ze ook daar hun portie regen. Daarachter zitten de opklaringen. Dus in het westen wordt het in de loop van de dag droger, met misschien hier of daar nog een bui en koeler temperaturen rond 19 graden. Nog wat koeler voor vrijdag. Dan zitten we aan 17 graden, met dus links of rechts nog een bui, misschien lokaal een onweer. En dan in het weekend wordt het helemaal droog. In de loop van zaterdag gaat de kans op een bui overal verdwijnen. Wel nog 17 graden, dus temperaturen klimmen niet al te hoog. Maar daar komt verandering in. Want tegen zondag zitten we aan 19 graden. En dan tegen het begin volgende week ja, gaan we opnieuw naar die aangename 22. Dinsdag mogelijk 23 graden. Lokaal nog iets meer. En dat dan met de zon erbij, dat is alvast iets om van te genieten. En ook vandaag. Maak er nog een mooie dag van. En graag tot later vanavond. Dag.